Welkom bij een nieuwe video van Aan & Wagen Direct. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe een microswitch werkt. Een microswitch wordt gebruikt om het mislicht van de auto uit te schakelen en die van de aanhanger in te schakelen. Dit kan handig zijn bijvoorbeeld als je met een hoge aanhanger rijdt of met een gesloten aanhanger. De weerkaatsing van het mislicht op de aanhanger kan heel erg storend zijn bij het rijden, vooral in de nacht. De microswitch zorgt er dus voor dat dit uitgeschakeld wordt. De microswitch is een extra aansluiting op de auto. Dit is de grijze draad. Als deze draad dus niet aanwezig is, dan kan de microswitch ook niet gebruikt worden. De grijze draad is draad 2A. Dit is de 13-polige stekkerdoos die dus een microswitch aansluiting heeft. De microswitch aansluiting zit hier, rechtsonder. Dat is aansluiting 2A. En daar komt dus de grijze draad 2A, die komt daar dus op. Als deze dus is ingeschakeld, dan schakelt het mislicht van de auto uit en die van de aanhanger aan. Wil je weten hoe je deze stekker aansluit op de stekkerdoos? Kijk dan even deze video. Daar wordt precies uitgelegd hoe je dit moet doen. Het is belangrijk om te onthouden dat het voeren van een mislicht bij mist of bij zware sneeuwval pas is toegestaan als het zicht minder dan 50 meter is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Alle informatie zit in de beschrijving. Ook de stekkerdoos is gelinkt in de beschrijving. Like, abonneer en reageer. Dan zie ik jou de volgende keer.